En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heen. Want de lui die kunnen praten, dat niet laten. Ook al zegt ze meestal niks, geen zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het, en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Voor het tweede jaar op rij geldt tijdens de komende jaarwisseling een algeheel vuurwerkverbod. Wat vinden bezoekers van de Hatertse Markt daarvan? Ik denk voor de jonge kinderen is het natuurlijk superleuk om vuurwerk af te steken, als het maar veilig gaat. Maar ja, om het echt helemaal af te zeggen, hou je toch niet echt tegen, denk ik. Jongeren doen het toch wel. En ja, misschien zie je vuurwerk toch wel gewoon door laten gaan, maar die grote goffe dingen voor wat gevaarlijk is, dat mag van mij wel weg. En die dikke knallen hoeft van mij ook niet. Siervuurwerk vind ik leuk, maar ja, helemaal afzeggen. Ik denk niet dat je dat echt helemaal tegen kan gaan. En dat mensen het ook niet echt gaan doen. Ik vind voor de mensen die het af willen steken, die het mooi vinden, vind ik gewoon dat mag. En de rest, als mensen het niet willen, dan die blijven lekker binnen. Prima. In principe vind ik dat een hele goede zaak. Want ook met de luchtvervuiling. En de mensen zijn niet in de hand te houden qua... De regels die er zijn van verboden vuurwerk, het wordt toch gedaan. Dus ja, dan is er maar één maatregel. Niet toestaan. Ik vind het heel prima, ja. Waarom? Ja, omdat het scheelt ons weer heel wat afval. Ja. Het is elke jaar, als vuurwerk is, dan is het echt een puinhoop. Ja. Dus. En dan moeten jullie opruimen? Wij moeten het opruimen, ja. Het begint na 12 uur al, hè. Ja. Dus met calamiteiten, met branden en zo, dan moeten we allemaal opruimen. Heel goed. Ja, helemaal afschaffen. Alle geknallen en dergelijke. En, ja, we hebben het over CO2-uitstoot. Dus ik bedoel, dat is ook een bron van CO2-uitstoot natuurlijk. Wat een goeie. U bent de eerste eigenlijk die daar echt over begint. Ja, en in deze tijd natuurlijk met corona natuurlijk ook al het brandwonden en dergelijke en ongelukken. Dus daar kunnen we gewoon niet bij hebben. Hè. Dus, goede maatregel. Ja, goede maatregel. Nou, dat heeft helemaal niks met corona te maken. Dus het slaat helemaal nergens op. Wijd even uit. Jou, wat heeft... Ben jij van het vuurwerk? Ik ben zeker van het vuurwerk. Ga je afsteken ondanks? Ja, zeker. Voornamelijk huisdieren, daar vind ik het verschrikkelijk van. En, kleine kinderen, dat zijn een beetje de oorzaak dingetjes. Maar voor de rest vind ik alles wel goed. Ja. Ik vind dat het gewoon door moet blijven gaan. Het is toch iets wat het nieuwjaar brengt. Een beetje feestelijk, een beetje mooi sierwerk. Kijk, de knallen, ja goed, die echte hele harde knallen hoeven mij dan ook weer niet, maar dat zeg ik ook eerlijk. Maar dat siervuurwerk blijf ik gewoon mooi vinden, klaar. Ja, ik heb zelf niet zo heel veel met vuurwerk eigenlijk. Wat vind je van het verbod? Ja, wel terecht eigenlijk. Ik heb zelf ook een hond, dus wij zijn er nooit echt van, dus ik vind het niet erg, nee. Heel goed idee. Waarom vindt u dat een goed idee? Voor alle honden, kleine kinderen die bang zijn, ouderen die alleen zitten en angstig zijn, vind ik een goed idee. Beter dan al dat, en kijk maar naar wat voor ongelukken er allemaal gebeuren hier in Nederland met al dat kutvuurwerk. Ja. Dat vind ik echt. Toch, jij niet? Ben je op de kant? Ja, en ik vind nergens op zo anders. Nee, ja, jij. Ik heb kinderen daarom. Dus ik vind dat heel belangrijk, vooral voor mijn kinderen. Ik ben een tegenstander van het vuurwerkverbod. Waarom? Ik vind het gevaarlijk en ik zie er niks, geen noodzaak van in dat nodig is. Ik vind het ook voor de huisdieren een probleem allemaal. Hoe zou het in uw visie dan wel goed en veilig kunnen? Compleet vuurwerk zoals ze dat in Rotterdam ook doen. Eén vuurwerk en niet dat iedereen vuurwerk af gaat steken. Dus centraal in de wijken iets organiseren? Ja, of stadsvuurwerk of zo. Maar ja, in deze tijd is dat allemaal niet zo gemakkelijk van toepassing. Dat zou kunnen, maar vandaag de dag met die coronatijd kan dat dan ook weer niet. Want dan ben je weer met 1000 man op één stukje. Dan denk ik, kun je beter gewoon voor de deur afsteken. Dan hou je toch allemaal een beetje centraal. Ja, dat vind ik dan wel. Een centrale plek waar niet veel kinderen wonen, niet veel ouderen zijn. Dat vind ik een goed idee. Dat vind ik een hele goede zaak. Want toen mijn kinderen klein waren, was er ook een kerstbomverbranding. Ja, dat kan in principe ook niet doorgaan vanwege de milieuvervuiling. Maar je moet wel alternatieven geven. Dat is wel een punt. Dus, want ja, je wilt toch het oud en nieuw vieren, knallend of niet knallend. Maar dat moet erbij. Ah, ja. Ik heb thuis een DVD met demonstratievuurwerk. En die zet ik elke jaar op. Dus
veiliger kun je niet hebben. Mooie gedachte. Ja, ja. Ik kreeg toen een keer bij vuurwerk halen, kreeg zo'n demonstratie. En daar heb ik ook voor mijn hond gebruik. Dus die kan ook tegen vuurwerk en mijn poezen. Dus het werkt. Ja, misschien zelfs een groot scherm hier op plein moeten zetten en dan zo'n demonstratievuurwerk laten zien. Is misschien een idee. Goed idee. En wat met de diehard? Ja, dan gaan we ergens op een plek waar ze dus niemand gaat tot last zijn. En dan handhaven of gewoon laat ze lekker hun gang gaan, toch een beetje? Nou, als het niet de spuigaten uitloopt. Als niet de spuigaten uitloopt, dan is het oké, maar als het echt... Te veel wordt gewoon handhaven en goed handhaven. Ik hoop dat die mensen dat aankunnen en hoe we dat dan precies moeten handhaven, ja, dat is aan de gemeente. Zoals ik al eerder zei en zoals u aangeeft, alternatieven aanbieden. En ja, daar ben ik het wel mee eens. Dus ik hoop voor ze dat ze een rustige oud en nieuw hebben. Daar moet de gemeente iets aan doen, samen met de politie. Ja. Kijk, die hond durft al bijna niet te lopen, laat staan met het vuurwerk. Ik ga nog steeds vuurwerk afsteken, zeker. Hoe ga je dat dan doen? Stiekem in de bosjes? Ja, achter. Heel ver ergens achter. Gewoon dat er geen andere mensen last van hebben, maar gewoon nog steeds doen. Ik bedoel, dat hoort erbij toch? U krijgt het zometeen 31 december en nieuwjaar ontzettend druk met de opruimen, of niet? Ja, dat denk ik wel. Ja, dat zal hier en daar toch wel een brandje wezen en zo. Dus. En wat nog geen calamiteit heeft, dat wordt dan daarna weer opgeruimd. Dus. Ja, ik zal wel weer wat meemaken. Het houdt u op de straat? Ik doe het wel met plezier. Ja. Ik sta 's morgens met lach op en ik ga met lach weer in de bed. Dus wat wil je er meer? En ik lekker in de buitenlucht, lekker onder de mensen. And you don't think that maybe an idea is to do this centrally? Sorry? To do it in a central spot, so it's safe. Ja, they can do it in a safe place, like in forest or something. Maar we zien het wel op de grond liggen en dan mag je daar niet aankomen, hè, van mama? Nee. Nee, dat is gevaarlijk, hè? Ja. Ja. Als ze het doen, moeten ze het ook opruimen, zeggen we dan. Ja. Ja. Doei. Doei.